Het is eigenlijk een zeer persoonlijk verhaal. Wat dat zo tussen fictie en fictie en realiteit hangt. En het is eigenlijk vooral een zoektocht naar identiteit. Naar een meisje die te horen krijgt dat ze allemaal verschillende vaders heeft, et cetera, et cetera. Dus het is eigenlijk echt een zoektocht. En op de achterkant van die foto staan een telefoonnummer. En daarboven Omar Ben Amar. Omar Ben Amar. U moet ik spreken, joh. Ik ben eigenlijk half Marokkaans, half Vlaams, Belgisch, maar Vlaams. En ik ben heel Vlaams opgevoed. Hé, hey, luister. Moslim dat je raar zit. Vind je niet goed? Allee, jong. Kom aan, een beetje humor. Dat is toch veel gezelligerder, nee? Allee. Ik heb het dan echt over het katholicisme. Ik heb het over mijn communie doen en de schrik van elk 6-jarig meisje dat haar nostie met verkeerde hand gaat aannemen en heel alles erom. Ik wacht op Jezus, mijn uitverkorene. De enige man die mij nooit gaat verlaten. Wij zijn samen onderweg. Halleluja. Het gegeven zelfs dat ik een Vlaams Belang stiefvader gehad heb en dat ik eigenlijk heel fier was en dat ik er helemaal kon mee inkomen. Hey, ah wel, dat is simpel, hè. Mannen, hè. Gelijk uw vader, die moeten wij allemaal terugsturen naar een ander land. Ah. Of in kampen steken, allemaal tegelijk. Hè. Maar wat ze dan toch echter er willen blijven, nou wel, dat ze dan werken hè, voor de gemeenschap en Vlaams leren. Jongen, ja, hey. En tegelijkertijd je Koranvader kunt snappen. Dus het gaat eigenlijk om dingen openen. Mon al-din rassak, papa. Ben ik? C'est moi, ta fille, Dalia. Rendez-vous dans une demi-heure, gare du Midi, point d'accueil, oké? Okay? Ik heb de indruk dat ik mijn vader al 10 keren heb zien passeren. Blijkbaar lijken alle mannen van 40 hier in Brussel een beetje op mijn vader. Het is eigenlijk een super Vlaams stuk. Alleen worden zo al de clichés onderuitgeschopt en tegelijkertijd uitgebuit. Ook die van de Marokkaanse kant. Alleen heb ik daar even zo die Marokkaanse kant toch proberen die schoonheid ervan in te zien en dan ontkracht ik dat direct. Ik ontkracht eigenlijk heel de tijd al het ding van niemand heeft gelijk, maar ze hebben allemaal gelijk.